voor nummer 4, Mario Kata, nummer 4. Ja, maar kennis voor zover dat nog nodig zou zijn, maar we hebben natuurlijk al de kwaliteiten van deze ruim kunnen bewonderen tijdens het Z-festival vorige maand in Chardonnay van het Molenhof. Chardonnay van het Molenhof, 4 mei is hij geboren. En gekocht en in het gezicht bij Lieses Vossen. De vraagprijs is 15.000 euro. Asking price 17.000 euro. Chardonnay van het Molenhof Zet. Is een Cassini 2, vader van de moeder is Action Day, en die moeder is Saint Victoria van Molenhof. Cassini 2 dus, Action Breaker en Darko. Notorious Utopia, 1,60 meter. En Adriaan Utopia en Ralfie de Ransberg, 1,50 meter. Met de jonge Constant van Paas. Donc, Chardonnay van Molenhof zit en die Lady Réveillé zit dan op approuvé. Souvenir et le vade, et les choses sport. Dus voor de stad, Notorious Utopia, Adiant Utopia. Die zoekt de lettre 50. Zo, de Chardonnay van Molenhof Zet is van de Lady Réveillé, maar de License Stallions, Souvenir en de Vader, en de Sportbos is Notorious Utopia, en Adiant Utopia, Ralphie de Bansbeek, 1,50 meter. Look at it! Kijk maar naar deze heerlijke stroom van deze Cassini 2. Chardonnay van het Molenhof. Eens kijken. Meteen bevestigd door deze heerlijke stroom van Chardonnay van het Molenhof. Deze Cassini 2 met een uitstekend hoog vermogen. Supervermogen, deze Chardonnay van het Molenhof. Ieder voor Jan, echt. We kunnen ook een sprong maken en wat een sprong aan de wereld. Net als in slow motion, aan de hemel zijn en in een zweepstroom. Deze Chardonnay van het Molenhof. Ruim 15.000, 15.000. 15.000. Het is altijd spannend, hè?